Met jullie meloen? Kijk, zie je twee, man. God, ik ben moe met Ali. Salam alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Zoals je ziet, na jaren, jaren met pet bedoel ik, heb ik nu eindelijk gel in mijn haren gegooid. Maar daar gaat als het goed is vanavond verandering in komen. Tenminste deze, oeh, lijkt alsof ik haar heb van Soufiane Touzani, man. Ik heb die haren zo omhoog. Souf, als je dit kijkt, inspired by you, man. Ja, man. Ja, man, zo, man. Ja, zo, je weet toch, zo. Vandaag, wat staat er vandaag op de planning? Ik ga zo meteen richting Rotterdam. Ik moet even wachten totdat de vlog klaar is met renderen. En dan ga ik hem hier uploaden. En dan ga ik richting Rotterdam, richting Fanix. Want daar is een soort van vergadering van alle DJ's bij elkaar. Ik ben nu sinds kort ben ik ook een soort van radio-DJ, dus ik moet daarbij zijn. En later op die avond is er een bijeenkomst van de partij Denk, waar ik ga hosten. Ik ga daar zo hosten, gewoon een beetje praten. Maar dat ga je helemaal nog zien. Dat gaat je helemaal niet meer toch? Kom gewoon mee in deze vlog vandaag. Gaat dodelijk worden. Dus, laat de dag beginnen. En ik zeg pop. Kan je hier slapen? Ja, man. Dit hotel is next level. Oh, is het hotel gewoon? Is het een hotel, bro. Kijk eens. Ja. Vaka. Lekker. Aha, mag je hier binnen filmen? Tuurlijk, alles mag. Alles mag. Hoi. Hallo. Het is dus mijn eerste keer dat ik ga vergaderen met de mensen van Fanix. Ik zie eten, dat is en goed. En het belangrijkste, er is lunch. Er is lunch. Het is lunch, ey. Dit zijn goede dingen, ik zie zalm. Maar is het netjes om al te gaan eten zonder dat... Nee, nog niet, bro. Nee? Rustig aan. Tas. Ik heb al honger, man. Ik heb al honger. Kijk eens wie hier is. Ja. Wat, ey. Begin die hand weg te halen. Kijk eens. De reiskosten eruit eten. Snap je? Maar die kan je ook declareren, heb ik gehoord. Nog niet gedaan, maar dat kan wel. Hè? Alleen mij mogen dat. Ja? Waarom dan? Ja, stop. Snap je? Voor de amateurs. Natuurlijk. Niet aansteken, niet eens. Nee joh, gewoon open kraken. Jij bent gek. Chanel. Natuurlijk. Dit is echt dat als be like. Eigen brood meenemen, eigen smeersel. Je bent goed geïntegreerd, man, bro. Bro, ik moet vroeg opstaan in de ochtend. Ik doe altijd boodschappen, heel vroeg. Ja, toch? Bij die AH to go. Ja, maar hoe ging je dan? Ja, wat doe je? Wat heb je nog meer dan? Wat heb je nog meer? Suderans. Zo. Ik was ook ziek, ik had ook griep, hè? Ah, dus jij. Ja. Mezelf aansterken. Ja, man. Waar is de broodjeskaas? Daarachter hebben ze ook. Daar is niks. Maar ik zei net tegen hem, hij doet echt de tatas bilijk, snap je? Tatas bilijk, Arubaan bilijk, voorbereid. Weet je? We bring food to every place. Je hebt gelijk, man. Ik neem zelfs mijn eigen thee mee bij mensen. Ik neem mijn eigen thee mee. Dat zei hij ook laatst. Ja, klopt. Als ik zou bijvoorbeeld, hè, als ik bij die gesprekken zit, herken ik uit verschillende gesprekken dat dit punt bij meerdere mensen naar voren komt. En dan kun je naar het gesprek gaan kijken van zou je misschien een expert hier kunnen uitnodigen of een masterclass organiseren van een paar dagen. Dan maken ze daar aan kunnen deelnemen. Om zelf hun kennis en ervaring. Is hij mijn neef? Hij is mijn neef ook. Ik zat daar gewoon aan de duiding over bepaalde dingen. Want dat werkt toch gewoon echt heel goed. Oké. Gaan we meenemen. Lekker man. Ik ben even van de meeting ontsnapt. Het werd me zo heet daar. En niemand heeft ook mijn stoel ingepikt. Oei joh. Wow, die ding liet mij schrikken. Ik heb net mijn handen gewassen. Maar noem je dat? Ja, iemand heeft mijn stoel afgepakt daar zo. Dus ik moest de hele tijd staan. Daardoor kreeg ik het heet en ben ik weggegaan. Maar met Ali, G-Brand. Sowieso. Tim doet dingen met. Die camera. Heb je mij op Snapchat? Die camera shotproof. Pak hem, Tim. Pak hem. Nee. Pak hem, Amati. Ga weg. Pak hem. Kijk, zien jullie deze? Je was bekend de vorige keer, hè? Met jullie meloen. Kijk, zie je twee, man. God, ik ben moe met Ali. Ik moet nog wat presenteren. Camera. Deze camera gaat gewoon. Ik ga niet opstaan. Deze camera is te koop nu. Hij kan op Marktplaats. Tim doet dingen met de camera van Justo. We hebben geen prullenbak, maar. Oh ja.
gedaan. Dat gewoon met die klapschermen zo doen. Waarom? Disrespect. Hij disrespect mijn camera gewoon deze man. Hij disrespect. Allemaal mensen. Met jouw vlogcam. Ga allemaal naar zijn Insta. Ik kom het onder zijn laatste foto. Tim doet dingen met. Kijk, ik wil jullie even laten zien hoe YouTube zijn telefoon eruit ziet. Echt een Marokkaanse telefoon. Je bent geen Marokkaan als je geen gebroken beeldscherm hebt. En gebroken kabeltje. En kijk, ook zijn kabel is naar de klote. En woelen, het is dat ik zijn camera niet kan filmen, maar zijn camera ziet er ook zo uit. Kijk, ik heb deze film, deze boek. Welkom. Wie was je gestrest om die bomers? We gaan maandag gaan we naar het Marokkaanse consulaat. We gaan een mokro maken. Ik doe normaal, man, Mattie. Mokro voor. Ga weg, blijf ons. Lekker! Nee, man, doe normaal, Mattie. Hij heeft jeugdige kijkers, hè. We moeten niet agressief doen. Oh. Ja? Kinders, niet vechten. Niet vechten. Dingels met Tim. Alle kijkers zijn vier. Hallo, allemaal thuis. Dit is Tele YouTube Tibbies. Yeah! Yeah. Maak je schoon af. Bad. Maak je schoon af. Luister naar je vader en moeder. Hij is niet scherp. Ja, weet ik veel dat ding. Oh, pas. Ja, ik zie niet meer, man. Je komt blauw. Oh, dit is mijn eerste keer op YouTube. Wacht, ik ga even wat laten zien. Ik kom uit Amsterdam, hè. Deze man, je ziet hoe hard hij aan het werk is. Hij komt uit Rotterdam. Wat is nou die beef tussen Amsterdammers en Rotterdam? Dat is geen beef. Jawel, je pest altijd. Ja, maar ik weet waarom ik jou pest. No? Omdat jij erop haat. Jij wilt hier niet zijn. Als ik jou vraag, kom mee naar de stad. Misschien nee, dit is de stad. Hoezo moet ik met jou naar de stad hier? Oh, een beetje shoppen, een beetje Kenzo. Je weet toch, het Kenzo. Rotterdam en Filipijn en Kenzo kan gewoon niet. Ook YouTube. Ik weet niet wat die beef is hoor, met Rotterdam, Amsterdam. Oh, aye, thanks man. Alsjeblieft. Het wordt gewoon ook zo overgedragen, hier alsjeblieft. Hallo YouTube. Hallo. Ben ik nou ook op de YouTube? Hallo thuis. Abonneer hier beneden. En subscribe. En dan geef een like. Like en deel. Dag YouTube. Mijn doelstelling vandaag is om deze camera vol te krijgen. Dat YouTube vandaag gewoon een vlog heeft. Dat hij één vlog heeft met alleen maar muskilet. Nee, als het moet. Hoela, als het moet. Ik ga jou klappen. Als het moet. What the fuck? Wat doe je, Biggie? Hoezo ga je mij klappen? Denk je nou echt? Jullie hebben mij net met z'n tweeën hier zo aangevallen. Ja toch? Jullie lopen me al heel lang te bedreigen. Luister. We hadden ene keer hadden we die hoofdpijn met die bewoorde wetenschap toch? Maar we hebben het nu toch? Wat? Hey! Die gelijk, weggelijk. Luister. Godver, nu zal ik wakker zien. Hey, Ola, ga weg. Wat is het eigenlijk? Waarom hebben jullie dit op jullie bureau staan? Laat maar, ik wilde net onze wetenschap uitleggen, maar laat maar. Oh my god, dat is één slok. Oh mijn god. Oh mijn god. Nee, hoeft niet. Blijf hier staan. Oh mijn god. Nee, ik ben even hier ingegaan omdat hier het is geluidsdicht. Kijk, let maar op. Hoor je? Kijk, hier hoor je niks. Ik ben nu hier bij het partijkantoor van Denk. Denk heeft vandaag een hele grote bijeenkomst met entertainment. We hebben DJ Mystery Guest, zie je zo. Die gaat optreden. Samir gaat optreden. Ik ben de host. Dus ik ga vanavond hier het allemaal bij elkaar praten. Toenaan komt special guest, komt ook voorbij. Dat film ik zo meteen wel wie dat is. En voor de rest wordt het gewoon een gezellige avond hier, man. Je hoort het al. Het feestje zit er al in. We gaan een leuke avond van maken. Let's go. Volg. DJ Mystery Classes. Goedenavond allemaal.
Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Ik zie Toena is ook weer binnengekomen. Ik zou zeggen, nee plaats. Mooie roze stropdas, man. Club bij de overhemd van Mehmet. Oh, paars, sorry. Ik ben een beetje... Nee, niet echt. Een beetje. Hey, ik voel net alsof ik een toespraak ga geven, maar dat ga ik niet echt doen. Ik ben niet echt een politici. Hoe oud is, wat is de gemiddelde leeftijd hier in de zaal? Die is zo rond de 20? Zeltje ook. Dat zie je erbij uit, Zeltje. Dat is ook zo. Even nog één keer, sorry, ik let er niet op. Wie is er ongeveer rond de 20? Mooi. Tof dat jullie er zijn. En wie is er 25? Wat minder. En wie is er ouder dan 25? Nee, je was net 20. Je kan niet... Oh, 25. En wie is er ouder dan 25? Hoeveel? 26. Sometimes it gets kinda awkward. They probably think I'm mad. I just wanna be a helping hand. Helping hand, cause maybe... We hebben helaas, omdat AB, statief jochme. Statief warm AB. Ja, zijn statief. Ben ik statief? Jij bent statief. Ik ben ook op een of andere manier kom ik altijd in de problemen. En ik weet niet wat het is, maar ik heb vandaag ruzie gemaakt met mijn buurman. Hij is mijn beste vriend al, ik weet niet, 34 jaar. En het is gewoon niet relaxed om ruzie te hebben met iemand. Hij was jarig. En ik belde bij hem aan en Mehmet heeft soms wel humor, maar soms niet. Ik bel aan en ik zeg, er is er één. Ja. Nee, bij Mehmet moet je zeggen, er is er één harig, hoera! En wat wij voor elkaar hebben gekregen, is dat we echt een hele grote groep mensen dag in, dag uit motiveren om een bijdrage te leveren aan Nederland. Want jullie staken net allemaal, bijna allemaal jullie vingers op. Toen ik de vraag stelde, wie is in Nederland geboren? De tijd dat mensen vanwege hun etnische achtergrond en vanwege hun religie of vanwege hun geslacht of vanwege hun geaardheid anders worden behandeld dan andere mensen, moet een keertje voorbij zijn. Eerst als vanavond, maar je hebt ook een bevlogen ledenclub achter. Wat staat die aan? Ga weg, ik ben met Amsterdam TV, gozer. Dat gaat weg. Love you! Zien jullie deze man? Kijk. Ik ga je op Amsterdam TV representen. Hey, ik kijk verkeerd, man. Ik kijk hier niet. Nee, je moet hier kijken, hè? Maar ik kijk ook nog steeds daar. Maar ik ga jou één vraag stellen. Eén vraag. Wat wil je weten? Ja, ik wil niet per se iets weten. Maar ik ben benieuwd wat jij als antwoord daarvan gegeven hebt. Okay. Deze man heeft een YouTube-kanaal. Hij wil een platform bieden voor talent, onder andere. Daarnaast heeft hij al een paar video's op zijn kanaal staan. Ja. Oké, als ik het niet vergeet, maar de mensen thuis herinneren me daaraan. Linkje staat in de beschrijving. Ga het even checken. Amsterdam TV. Oordeel je mening daarover. Maar ik heb één vraag. Voor elke YouTuber, vaak komen YouTubers naar mij toe. True. En die zeggen van, yo bro, wat kan ik doen om meer volgers te krijgen, of dit en dat. Aha. En dan heb ik altijd één antwoord voor. Tuurlijk, moet uniek zijn. Wat maakt jou uniek? Ik weet, het is moeilijk, ik zet je on the spot, maar... Weet je wat me uniek maakt? Ja. Het feit dat ik nou niet zo heel veel kan schelen. En dat ik gewoon mijn shit doe. En ik doe niet voor de fame. Ik doe het voor de message. En voor de message, dat doen niet veel mensen. Veel mensen doen het voor de fame. En wat is de message? Iedereen is gelijk, we zijn allemaal één, we zijn allemaal samen. Everyone is one. We hebben allemaal hetzelfde bloed. En sommigen hebben, je weet toch, een beetje vergiftig bloed, sommigen hebben... Dat wel, snap je? Bloed is hetzelfde. Ja. Onder dit stukje, snap je? Oké. Dus zo is het. Okay. En iedereen moet samenkomen, die saamhorigheid, die missen we nog te veel. Oké. Dus ik ben een boodschapper dan. Hij is de boodschapper, Amsterdam TV. Amsterdam TV. Wil je nog wat zeggen? YouTube, als je nog niet gesubscribed bent, geabonneerd, alsjeblieft abonneer. En doe het snel, kom. Ja. Alleen niet jouw vinger hier zetten, want hier zit de microfoon, anders horen ze ons. Ja. Free!
Revolution wear. En revolution wat was dat? Is gewoon een bord wat Freedom and Revolution inhoudt. Ja. En wat wij maken is kleding, maar dan ook met een achtergrond. Dus bijvoorbeeld die Palestijnse kipijen of Afrika. Ja. Alleen niet jouw vinger hier zetten, want hier zit de microfoon, anders horen ze ons. Ja, ja. Kan die Palestijnse sjaal? Ja, bijvoorbeeld dit is dit. Dit is hem. Is dat die sjaal? Ja, dat is die patroon van die sjaal. Achterreden, ja, zeg maar. En daarmee laat je gewoon je solidariteit zien aan die Palestijnen bijvoorbeeld. Of ja. Andere onderdrukte volken. Ik heb bijvoorbeeld net een trouwtje weggegeven met Afrikaanse print. Een deel gaat naar een goede doel. Ja man, 10% van alles gaat in een potje. Elke jaar doen wij een project. Ja. De laatste keer zijn we zelf in Libanon geweest. Hebben wij voor 250 vluchtelingskinderen schoenen, jassen, etc. Echt waar? Is alles op ons website, blog, Facebook, Instagram. Revolution-wear.com. Ga er naartoe. Daar kan je ook je dingen bestellen. Ja man, alles online kan je bestellen. Hey. Ja, maar staat je goed, man? Goed, man. Kijk, hier, partner, ook. Hier. Ik heb je Mattie ook net eentje gegeven. Oké, ja, ja. Ja, man. Je moest niet aan hem geven, maar je moest aan mij geven. Nee. Maar hij heeft een andere. YouTube, dus, master vlogger. Blijf liken, blijf volgen, blijf abonneren. Kijk. Jij heet ook Yusuf, hè? Ik heet Yusuf. Ik ben een grote fan van jou, jongen. Uit Groningen. Hè? Helemaal uit Groningen. Helemaal uit Groningen. Gekomen. Voornamelijk voor deze jongen. Dat is echt voor liefde. YouTube. Dat is liefde, man. Mwah. Jullie zien het. Jullie zien het. Ja, man. Eilig leren. Sorry, man. Deze man heeft gewoon... Ik zie het nu pas, hè. Ik zie de hele avond kijken naar hem. Hij heeft gewoon een houten vlinderdas. Kom je daar nu pas achter? In nu pas. Ik heb een stuk of 30. Ik ga iedereen geven, ja. Ik ga mijn eigen strikken. Maar ik draag geen... Weet ik. Weet ik. Zeg tegen hem genoeg. Jullie zien het. Muziek, man. DJ Mystery Glasses. Op je beeldscherm. Op je beeldscherm. Jullie zien het. Waar kunnen ze jou vinden? Waar? Mij. Ja. Instagram. DJ Mystery Glasses. Ja? Je bent nu wel echt... Hallo. We zijn hier even... Weet je toch? Een beetje... Kom op. Kom op. Kijk, het is echt heel erg. Ja, maar hij heeft heel dunne. Mannequin challenge. Maar noem je dat? Ik zie, jij bent wel een beetje upcoming big aan het worden. Ik ga hem een keer meenemen, ja? Ja? Ik ga wel heel vaak meenemen. Hand, hè? Dat staat erop, hè? Ik ga wel heel vaak meenemen. Inshallah, komt goed. Het is de volgende dag. Mijn hoofd is heet. Mis heet. Mijn hoofd is vroes. Ik ga de vlog heel afsluiten. Vond je het een leuke vlog? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. We hebben bijna 200k, dus abonneer vooral. Vergeet niet om je onderreactie te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af. Met de...